welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Yves Prevost. Je bent van Easy. Yes. Wat doen jullie? Online oogmetingen. En wat maakt dat bijzonder? Nou, dat je een oogmeting kunt doen online en daarmee dus niet meer naar een opticien hoeft. Kan nogal wat gaan veranderen. Ja, en hoe doen jullie dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het is eigenlijk heel simpel, want je hebt er niks nieuws voor nodig. Je kunt gewoon zaken gebruiken die iedereen thuis heeft. Een laptop en een smartphone. En het enige dat je dan nog nodig hebt is 3 meter ruimte. En vervolgens log je in op onze website en je doet een intake. En vervolgens begin je de test. En de test bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Aan het einde van de test kunnen we zien of je geschikt bent om een online brilrecept te krijgen. En dan gaat er een optometrist, die kijkt nog een keer naar de resultaten en die geeft je een nieuw brilrecept. Maar als ik naar de HEMA ga voor mijn leesbril, dan staat daar ga zoveel centimeter van hier vandaan staan. En als je het niet goed kan lezen, zeg maar, dan heb je, dat is dit de sterkte met die bril op. Als ik dit zou horen, dan denk ik bijna, het is iets vergelijkbaars. Of zeg dan iets heel erg oneerbiedigs? Nee, eigenlijk. En ik vind het mooi dat je het zegt. Want het bizarre is dat we de oogmeting misschien lijkt heel, heel ingewikkeld. Ook vanwege de grote apparaten die erbij komen kijken. Ja, ik wil zeggen, voor de duidelijkheid, voor wie dat nooit gedaan heeft. Ja, als je naar de opticien gaat, dan moet je achter een heel groot apparaat gaan zitten. Met allemaal klapglazen. En dan krijg je allemaal lenzen voor je oog. Net zolang tot je iets op een bepaalde afstand scherp ziet. Ja. En dan wordt er van alles gemeten, ook cilinders en ver weg en dichtbij. En jullie kunnen dat dus online. Ja. Op zich is dat wel een enorme verandering natuurlijk. Ja, maar eigenlijk als je kijkt naar wat het natuurkundige principe is van zo'n apparaat, dan doen we eigenlijk best wel hetzelfde. Het enige wat we niet doen, bij het apparaat worden verschillende lensjes ertussen gezet en kijk je naar hetzelfde plaatje. Op dezelfde afstand. Met de vraag, zie je dit nu scherp? Zie je dit nu scherp? En dan jullie veranderen in feite. En wij veranderen de grootte van de afbeelding. Dus als je de optische fysica, zeg maar, terugbladert, is het principe hetzelfde. En jullie het voor de uitzending, toen we foto's aan het maken waren, een kaartje zien. Wat was dat voor iets? Ik heb nog wel in mijn. Daarmee legde je uit hoe het werkt. Nou, het is grappig, want als je nadenkt over oogmetingen, dan is het bizar hoe oud de methodologieën eigenlijk al zijn om bepaalde oogmetingen te doen. Zoals eigenlijk de Easy test, waarbij we dus afbeeldingen gebruiken op verschillende grote afbeeldingen op dezelfde afstand. Heel vergelijkbaar met hoe de eerste oogmetingen werden gedaan door in een lode pijp te kijken. En dan werd er hetgene waar je moest kijken werd veranderd qua afstand. En zo werd ook bepaald wat de sterkte is. En dit is eigenlijk misschien de allersimpelste oogtest in zeg maar de eenvoud van het apparaat. En dat is de zogenaamde pinhole test. En het is een klein gaatje waardoor je kijkt en dan kun je zien of je scherpte verliest, dat je zeg maar niet goed kunt zien. Of dat komt door een probleem met de sterkte van je lens of dat er een ander probleem is. Oftewel of je het kunt oplossen met een bril of niet. Dus je kijkt dan door dit gaatje. Ja. En eigenlijk zie je dan. Zie je dan scherp? Zie je wat dan scherp? Ja, de afstand. Ja, precies. En dan, als je dat dan varieert, dan kun je eigenlijk al heel veel zeggen over wat. Je kunt zien als je door dit. Ik zie jou nou door dat gaatje beter dan als ik er niet door kijk. Hey, wat zegt dat dan? Nou, dat zegt dat je een bril nodig hebt. Ja, maar die heb ik al. Ja. Dus dat klopt. Ja. Maar stel, je zou zeg maar niet scherper zien door dat gaatje, dan is het waarschijnlijk een andere reden waardoor je niet goed ziet. Oké. Dus ja. En er zijn zelfs jullie gebruiken eigenlijk dit soort hele elementaire technologieën. Ja, maar dat doet de opticien ook. Ja. Ik bedoel, verschillende lensjes ervoor zetten en zeggen welke je scherp ziet. Is volgens mij niet een heel ingewikkelde technologie. Nee, ja. Waarom ben je het gaan doen? Nou, eigenlijk, het was misschien wel een soort van moment van helderheid dat ik zelf had. Ik werkte in 2016 nog voor een groot geneesmiddelenbedrijf en ik deed een MBA en ik was al een tijdje bezig aan
een business case voor online oogmetingen in ja, als master thesis van mijn studie. En toen, ik zat in Tel Aviv op dat moment, en toen de professor die gaf een college over waarom, wat doe je met, hoe kun je impact maken op grote problemen. En dit oogmeting is eigenlijk best wel lang een groot probleem. 4,3 miljard mensen hebben zichtsproblemen. En een derde daarvan loopt eigenlijk nog rond zonder bril of met de verkeerde bril. En dat is eigenlijk best wel raar, want er zijn heel veel grote bedrijven die best wel veel geld verdienen daaraan. Dat had een mooie parallel ook met de omgeving waar ik op dat moment in zat. En dat betekent eigenlijk zoveel als, je hebt grote partijen kunnen eigenlijk niet zo goed die hele grote transities aan, omdat je dan eigenlijk alles wat je hebt ook op het spel moet zetten. Je eigen business ondergraaft. Ja, en dat, dus daar zal het niet zo snel vandaan komen. En toen dachten we, nou, dat is nou een ideale propositie om zeg maar met een start-up ook aan de slag te gaan. En het is een groot probleem, dus dat is in de gezondheidszorg. Dus dat is iets wat mij heel erg ontvindt. Maar ik denk dat je lost het grote probleem alleen maar op als je na mij helpt door te zeggen welke bril ik nodig heb, ja, ook die bril levert. Ja, en dat, daarom werken we ook samen met partijen die brillen leveren. Maar jullie vragen ook geld voor het recept, toch? Ja, ook. Ja. Ja. En weet je, is dat het belangrijkste businessmodel of komt het meeste geld uit? Je kunt natuurlijk logisch zetten als je dan een recept van jullie krijgt. Dat je dan gaat aanbevelen bij welke fabrikanten of winkels je die brillen kunt kopen. Ja. Wat is het belangrijke? Hoe zit jullie businessmodel in elkaar? Ja, sterker nog, op het moment dat je nu bij ons een brilrecept koopt, dan krijg je al die 19 euro terug als je bij een van onze partners een bril of contactlenzen koopt. Echt belangrijkste businessmodel zit echt in de integratie met partijen die online of omnichannel brillen verkopen. En seamlessly in de klantenbeleving willen inschuiven. En daar betalen zij dan rechtstreeks aan ons. En die online verkopers zijn doorgaans goedkoper dan de offline verkopers die ik in de winkelstraat bij mij heb. Die zijn inderdaad. En als ik daar naartoe ga, dan nemen ze even de tijd voor me. En dan gaan ze de hele meting ook doen. En soms is natuurlijk dat die oogtesten in de winkelstraat gratis zijn. In mijn beleving op zijn minst. Ja, die zijn natuurlijk niet echt gratis, want gratis is... Nee, ze gaan er dan vanuit dat je een bril koopt, maar doe je dat niet, dan gaat niemand je verplichten om dat te doen. Nou, steeds meer wel. Dat je moet je ook betalen voor, als je het brilrecept echt wil meenemen, dan moet je ervoor betalen. Ja. Maar dat is ook logisch, want er wordt gewoon een stuk werk verricht daar, een service geleverd en door een professional moet ergens van betaald worden. Hey, wat ik ingewikkeld aan vind, is dat ik ben brildrager. Hè? En ik weet hoe ingewikkeld het is, en dat zal elke brildrager bevestigen, om echt een goede bril te krijgen die echt goed past bij je ogen. Ja. Het gaat vaak mis. Ik heb zelf behoorlijk slechte ervaringen met brilrecepten. Dus opticien 1, ik denk, bril gekocht, niet tevreden. Ik ga naar opticien 2, ik kreeg om te beginnen echt een fundamenteel andere oogmeting. Bij dezelfde keten nog maar weer eens naar de andere. Dus 3 metingen, 3 verschillende brilrecepten. Apart. Ja. En dat hoor je veel, helaas. Op details hoor, maar toch wel cilinder, geen cilinder. Weet je wel, net een halve verschil tussen ogen wat bij de ander niet zo was. Noem maar op. Waarom zou ik jullie vertrouwen? Hebben jullie een claim waardoor je zegt, dit is goed? Ja, eigenlijk, en dat is misschien ook wel een soort van primeur die ik dan heb toevallig dat we hier vandaag zitten. Want afgelopen weekend we hebben een studie gedaan met de Universiteit Utrecht. Waarin we eigenlijk hebben gezegd van, wat is de beste manier om een oogmeting te doen op dit moment? Zijn we vanuit gegaan dat een optometrist in het ziekenhuis, in een gecontroleerde omstandigheid met alle de beste apparatuur, dat is een beetje, dat is wel gouden standaard. Goed opgeleid. Ja. Ja. Daar willen we ons mee vergelijken en in ieder geval niet voor onderdoen. We hoeven er niet beter van te zijn, want ik denk dat dit al... Ja, dat is al beter dan de standaard. Dat zou kunnen. Dus dat is waar we ons mee vergeleken hebben. En die studie die is afgerond en de publicatie is dus net gedaan in
Journal of Medical Internet Research. Dat is nummer 1 blad voor digital health in de wereld. Ja. En de conclusie was, er is geen verschil. Non-inferiority, zoals het dan zo net precies. Dus, jullie zijn even goed als de echte specialist in het ziekenhuis. Ja, ja. Voor een refractie, ja. Ah, indrukwekkend. Ja, gefeliciteerd. Ja, dat is natuurlijk iets... Dat is wat een geweldige claim. Ja, dat is een geweldige claim. Ja, toen dacht ik van, ik probeer sowieso altijd alles. Dus ik dacht zo net, ik ga maar eens eventjes mijn ogen meten, want ik ben tenslotte brildrager. Mag ik er niet aan meedoen? Nee. Te oud, man. Nee, dus niet iedereen kan hier gebruik van maken. Nee, dat is inderdaad waar. En dat is ook iets waar we hebben in eerste instantie gekozen van, lage myopie, dat zijn mensen met niet te hoge sterktes. En leeftijdscategorie tussen 18 en 45. Nou, dat laatste was bij mij een probleem. Waarom is dat? En dat heeft ermee te maken dat boven de 45, of begint eigenlijk vanaf je 40ste, dan neemt de elasticiteit van je lens af, waardoor je een leesbril nodig hebt. En op het moment dat je een leesbril nodig hebt, dan verandert dat ook de benodigdheden voor je bril. Want dan heb je eigenlijk voor veraf en voor dichtbij een bril nodig. En daar gebruiken de meeste brillenfabrikanten multifocale of varifocale brilglazen voor. En dat kunnen wij gewoon nog niet nauwkeurig genoeg meten. Maar waarom is dat zo? Want dit is mijn leesbril die ik bij de HEMA heb gekocht, omdat ik daar 30 centimeter van af heb gestaan. Ja. Dus ik denk dat dit de juiste was. Ik hoef geen multifocale, ik heb een leesbril nodig. Ja. Dus en toen dacht ik, ik snap, want ik heb het ook getest en toen viel ik ook af, omdat ik een leesbril nodig had. Ja. Dus ik snap hem als je zegt van die multifocale, maar het enige wat ik nodig heb is een bril om op deze afstand te kunnen lezen. Leek me eigenlijk heel simpel juist voor jullie. Ja, dat is ook een stuk simpeler. Daar zijn we ook nu mee bezig. Ja. Had ik vandaag even gechat met je collega en die zei, het zit eraan te komen. Hè? Ja. Ja. Dus ja, het komt goed. Binnenkort kan ik wel bij jullie terecht voor mijn leesbril. Ja, als alles goed gaat wel, ja. Ja. Maar goed, we willen dat wel ook op een gedegen manier doen. Dus, ik heb nu een valse geboortedatum opgegeven. Oh, nou ja, dat nu is ik waar. Weet dat dit het is. Nu mag ik wel wat testen. Ja, nou, heel goed. Ja. Nee, maar de super, weet je wel. Als je dat onderzoek achter je hebt, is natuurlijk een geweldig ding. Hoeveel mensen... ik heb het gevoel... dat het een oprukkend iets is natuurlijk, dat mensen dingen... Oh, hè, mensen kopen alles online, ze kopen ook auto's online, dus dat doen ze ook met brillen. En toch denk ik dat jullie nog wel winst moeten maken, want dat heel veel mensen gewoon de gewoonte hebben of denken van, ik ga gewoon naar Hans Anders of wie dan ook die er zit, want dat is... Ja, dat zijn mensen die er zitten en die weten het altijd beter dan een computer of een advies. Hè. Welk percentage van de mensen koopt nu zijn spullen online? Als het over brillen gaat? Als het over brillen gaat, dan in Nederland is het ergens tussen de 5 en 10% van het volume die online verkocht worden. Maar dat is wel enorm gegroeid sinds de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. Dus het is wel, steeds meer mensen doen het. Maar het is nog steeds maar een heel klein gedeelte van de hele markt. Dat ben ik helemaal met je eens. En ja, het is voor ons ook niet heel makkelijk, want je moet inderdaad een gedrag veranderen. Ja. Het is een routine om naar de opticien te gaan. En mensen zullen in eerste instantie sceptisch reageren. Want net zoals we het gesprek al begonnen, daar hangt gewoon een groot apparaat. Ja. En dat imponeert gewoon iets meer dan gewoon de laptop en je smartphone. Ja. Toch denken we dat het een kwestie van tijd is en ook een kwestie van trial and error. Want op het moment dat mensen eenmaal een oogmeting bij ons gedaan hebben, met succes een nieuwe bril hebben gekocht, dan heb je denk ik ook niet heel veel incentive meer om naar een opticien te gaan. Ja, als wij hier sluiten van tafel hebben, dan gaat het al snel over hoe uniek is het nu wat je doet, hoe kopieerbaar is het wat je doet. Dus als je investeringen nodig hebt, dan geldt dat natuurlijk ook voor. Ja. Maar dat ga je me nu hopelijk in corrigeren. Als ik je hoor praten, denk ik, het voelt als iets kopieerbaars wat jullie hebben bedacht. Alles is denk ik kopieerbaar in deze wereld. Hoe we kijken ook met argus ogen naar China en India om te kijken of er al kopieën zijn. Ja. Maar het is een stuk ingewikkelder dan wij ook in eerste instantie dachten. En niet zozeer vanwege het principe, want het principe is vrij simpel, maar er zijn zoveel uitzonderingen. En daar moeten we wel rekening mee houden. Dus we hebben binnen onze test zitten al 35 verschillende varianten
waar mensen mee, waar we rekening mee moeten houden. Zoals bijvoorbeeld cilinder, dat is inderdaad een best wel ingewikkeld stukje. Waar we ook IP op hebben, patenten. We hebben een aantal patenten in aanvraag, ook al een patent toegekend. En dus dat maakt het ook moeilijk om het dan te kopiëren. De technologie zelf is denk ik niet zo eenvoudig te bouwen. Want ja, je moet ook softwareontwikkelaars vinden die hier ook toch wel behoorlijke poos in investeren. Aan tijd en geld. En ook het stukje regulatory is al heel moeilijk. We zijn CE gecertificeerd. Maar er komen ook nieuwe wet en regelgeving aan, waardoor het nog moeilijker wordt. En daarom hebben we ook de klinische studie gedaan om daar al klaar voor te zijn voor te sorteren. Want jullie hebben streng. Ik mag dit niet zomaar gaan doen morgen. Nee. Een service aanbieden waar ik tegen mensen zeg. Hou je hand voor je oog. Heb je desktop presenter aanstaan, Martinus, of niet? Ja. Oké, dan zouden we even kunnen laten zien hoe het werkt. Dat is misschien wel leuk. Maar heb je ook laptop, maar heb je ook je mobiel nodig, toch? Of niet? Maar het eerste stukje in ieder geval, weet je. Ik heb mijn valse geboortedatum opgegeven. Nou, dat mag natuurlijk niet. Dan gaat het al fout. Nou, ik moet het volume harder zetten en je kunt daar zien zet wat er gebeurt. Zet de brightness van je scherm maximaal en schakel indien mogelijk de screensaver uit. Zet dan de computer of laptop aan de rand van de tafel. De rond van de tafel. Ja, zoals je maar. Zo, oké, volgende. Nu gaan we het scherm aanpassen om ervoor te zorgen. Praat rustig door, hè. Vertel wat we aan het doen zijn. Ja. Met de juiste grootte. Nou, hierbij gebruik je eigenlijk je bankpas of ID om de afbeeldingen te kalibreren. Ja, ja. Dat is natuurlijk een heel belangrijke stap. Want de afbeelding is voor ons belangrijk voor de meting. Het is belangrijk dat je dit zo nauwkeurig mogelijk doet. Zodra de afbeelding en de pas elkaar precies overlappen, kun je doorgaan naar het volgende scherm. Ja, heb ik gedaan. Ja. Tijdens de test controleren we met behulp van je webcam de lichtintensiteit in de camera en je afstand tot het scherm. Daar heeft hij wat voor zitten, want hij is bang dat hij... Ik heb het zelf ook. Dat hij gemonitord wordt. Ja. Doe nu je schoenen uit en vul je schoenmaat in. Wat heeft dat er nou mee te maken? 3 meter afstand van het scherm te brengen. Dan kan je zoveel stappen zetten. Dat is het aantal keren dat je je teen en je voeten voor elkaar zet. Nou, praten jullie me even verder. Ja. Ik denk ook dat je hem niet... Wat doe jij? Schoenen even uit. We werken dus op dit moment aan een makkelijkere methode voor de afstand. Gewoon op basis van de metingstaat vanuit de webcam. Maar dat zit nog in ontwikkeling. Op dit moment, de schoenmethode klinkt een beetje suf, maar hij werkt gewoon heel erg nauwkeurig. Ja. Op basis van de schoenmaat weten we hoeveel centimeter je voet is en kunnen we berekenen hoe je op 3 meter komt. Ja, en dat is nogal cruciaal, want als dat niet precies klopt, dan begin je al fout eigenlijk natuurlijk. Ja, en we mogen op 3 meter afstand wel 10% afwijking hebben, dus dat is 30 centimeter, maar... Meer dan 2 stappen zou je niet mogen doen. Nee, dat zou je niet mogen doen. Hey, het klinkt als we over schaalbaar hebben, hebben we het hier ook altijd over internationaal schaalbaar natuurlijk. Ja. Dit probleem speelt overal. Ja. Wat zijn je doelen? Welke potentie zie jij met dit bedrijf? Nou, de potentie is gigantisch, mag ik al zeggen. Ook omdat er in veel landen in de wereld niet eens opticiens of optometristen zijn om een oogmeting te doen. Dus daar kunnen we echt heel veel waarde toevoegen. Maar ook bijvoorbeeld dichterbij in Duitsland, waar we nu best wel hard groeien, ook al beschikbaar zijn. Daar zijn gewoon niet genoeg opticiens om alle winkels te bemannen. Dus daar zijn ook ketens en winkels geïnteresseerd in... Ja, een oplossing die voor hun ook meer brilverkoop kan. Wij zijn eigenlijk een atypisch land, omdat we zo dun bevolkt zijn. En dat je eigenlijk best wel in vrij directe omgeving een opticien hebt zitten. Ja, we hebben veel opticiens. Ja, krankzinnig. Ja, maar er zit ook geen limiet op. Als in iedereen mag zich opticien noemen. Ja. En dat is in onze omringende landen ook al.
zeggen, ja, ga jij rustig door. Hey, je zei net, het technische aspect. Welk technisch aspect zit hierin? Wat doen jouw programmeurs? Nou, we hebben een team van programmeurs. Een heel belangrijk stuk is natuurlijk de user experience. Want die proberen we gewoon iedere week weer verder te verbeteren. Omdat mensen een kwartier, 20 minuten bezig zijn met het doen van de oogmeting, is dat ook wel belangrijk. Daarnaast is het stukje data ook heel belangrijk. Dus we, met behulp van de data die we verzamelen, kunnen we onze test nauwkeuriger maken. Met name ook in een uitgebreidere range van afwijkingen. Dus op dit moment is het nog van 0 tot min 3,5. Maar we hopen in de toekomst natuurlijk iedereen te kunnen helpen. Goed zo. Je bent nu 3 weken voorbij. Voor mij lijkt... Wat zie jij zelf als de grootste uitdaging? Dat ik even zeg, voor mij lijkt de uitdaging in Nederland op zijn minst, ik ken de andere landen niet, dat we niet gewend zijn om te betalen voor het eerste stukje, zeg maar, voor het oogrecept. Want we gaan naar een winkel en dan denken we dat we het gratis krijgen. En je zei eerder al, is het ook niet zo, want je betaalt. Het zit natuurlijk gewoon verrekend in, het is gewoon tijd, dus het zit verrekend in die bril. Wat is voor jullie de grootste uitdaging? Welke stappen moet je zetten? Nou, ik denk dat voor ons een belangrijk stuk van de uitdaging zit ook in de combinatie. Wij leveren een halve oplossing. En niemand zit eigenlijk te wachten op een brilrecept. En mensen willen een bril of een tablet. Ja, we zeiden het eerder al. Ja. Dus we zijn heel afhankelijk van onze partners. En we merken gewoon waar de behoefte bij de partners groter is, dat daar het voor ons ook makkelijker is om zeg maar stappen te zetten. Dat is denk ik een lastige barrière. Ik denk zodra de eerste partners dit succesvol laten zien dat ze hiermee hun klantenaantallen, hun sales en hun conversies mee kunnen verbeteren, dan wordt het een veel makkelijker verhaal ook voor de Nederlandse partij om te zeggen van goh, dit willen we ook zo snel mogelijk hebben. Maar is een one-stop shop geen optie voor jullie, dat je ook de bril levert? Dat je zelf ook... Dat hebben we ooit wel een keer bedacht, maar het probleem is dat eigenlijk deze oogmeting aan zich al zo ingewikkeld is en we zijn maar een hele kleine start-up, dus we moeten ook keuzes maken en focus hebben. Ja. En we hebben ervoor gekozen om te focussen op de oogmeting en we willen ook zorgen dat die oogmeting bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. Daarmee willen we, denken we echt vanuit de horizontale gedachte. Dus iedereen die deze oogmeting wil aanbieden of implementeren, die kan dat. We maken daar geen exclusiviteitsafspraken over. En vervolgens brengen we eigenlijk het level playing field omhoog. Dat is ons doel. Ja, dus je hebt eigenlijk een soort, bij wijze van spreken, je hebt een soort API, de technologie. Ja, exact. Wie ook maar brillen produceert, kan jullie technologie inkopen om een onderdeel van zijn propositie te maken. Ja, en zo zien we eigenlijk ook, ondanks het feit dat sommige opticiens of optiekketens ons wel echt onze concurrent zien of behandelen. Dat zijn we niet, want we verkopen geen brillen. Nee. We zijn echt een leverancier van een nieuwe service. En we bieden dat ook aan individuele opticiens aan. Die kunnen natuurlijk ook gewoon dit gebruiken om meer traffic naar een winkel te krijgen van de complexe gevallen die we niet kunnen helpen. Of een gedeelte van hun bedrijfsvoering optimaler inrichten, zodat ze niet heel veel tijd bezig zijn met de simpelere fracties. Ik weet niet of je het al gevraagd hebt, maar jullie gaan het ook white label aanbieden. Zodat een opticien het zou kunnen integreren. We bieden het aan via een API. Het is niet helemaal waar het label, maar powered API. By. Dat is ook een beetje voor... Ja, ik heb met één oog even die test gedaan. Één oog? Ja, dan werkt die weer niet. Nee, maar het duurt wel eventjes voordat je ermee klaar. Maar het werkt gewoon exact hetzelfde als bij de opticien. Mm-hmm. Weet je, daar, alleen kijk je daar natuurlijk door zo'n heel duur apparaat. Ja. En hier in principe, het principe is natuurlijk hetzelfde. Ja. Ik ben wel onder de indruk eigenlijk. Ja. Ja, mooi. Dankjewel. Hey, ik kan me voorstellen, waarom kopen mensen bijvoorbeeld online brillen? Nou, prijs is er eentje van, hè? Ik denk dat het onderschat wordt hoeveel mensen op dit moment de aankoop van een bril uitstellen puur vanwege tijdsgebrek of gewoon te veel hassel vinden. Ja. En nu kun je na je werk s'avonds ook eventjes thuis... In mijn voorbeeld, jij koopt ze bij de HEMA, maar... Ik ben ook 1-1, maar ik koop online mijn brillen. Sinds ik een goede winkel heb, waar je gewoon
je recepten online hebt staan. Ja. Ziet wat er is gebeurd. Precies weet welke bril je wel bevalt en welke niet. En als mijn bril kwijt is, ik bestel vandaag een bril. Ja. Doe ik gewoon dezelfde. Ik heb hem over weet je, volgende week gewoon in de bus. Ja. Scheelt bizar veel tijd. En als het eenmaal werkt, dan werkt het. Ja. Dus ik ben het wel met je eens. Ik geloof daar wel in. Ja. Ja. Het is veel gedoe, die opticiens. Want die gaan dan weer zeggen, ja, we moeten even een nieuwe meting doen. Terwijl ik kan nu gewoon zeggen, nou, ik zie prima door deze bril. Ik vond het nog erger. Ik ging een keertje, dus kijk, ik raak die dingen kwijt. Dus daarvoor kom ik bij de Hema en denk van die 5 euro dan. Als ik hem kwijtraak, koop ik weer een nieuwe. Maar ik ging een keertje naar een echte. Ik denk, nou, ik ga nu even goed doen. Nou, dat was allemaal tot daar aan toe. Maar toen ging die gast me zeggen, ja, als ik u was, zou ik uw ogen toch ook laten liften? Ik denk, ja, fuck off, man. Ik kom hier een bril kopen. Ik kom hier niet wat advies over dat ik mijn ogen moet laten liften. Maar goed, dat eventjes terzijde. Dat is NS1 en dat is ook een NS1 probleem. Ja, ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Nee, maar als je naar kijkt, dan ben ik zeker dat je het ziet. Hij zag het meteen. Maar goed, dat... Hey, wat voor investeringen zijn hiermee gemoeid om zoiets te ontwikkelen? Heel veel tijd, dat sowieso. We zijn nu bijna 4 jaar bezig. En we hebben ook vorig jaar een venture capital ronde gedaan. Dus er zit zeker meer dan een bedrag met 6 nullen aan investeringen in. Dus ja, serieus geld. Ja. En waar staan jullie nu? Hoe groot zijn jullie nu? Hoe gaat het? Het gaat eigenlijk vooral de laatste maanden heel erg goed. Dus we groeien gigantisch hard. We zijn net over de 30.000 geregistreerde gebruikers gegaan. Veel. En we zijn vooral bezig nu met de voorbereiding voor een harde lancering in Duitsland. We hebben daarvoor ook de grootste online brillenwinkel van Europa als partner. Welke is dat? Mr. Spex. Okay. Nederland niet zo bekend. Maar is wel verreweg de grootste partij, zeker als je het vergelijkt met de Nederlandse partij. Dus daar zijn we best wel trots op. En je ziet dan ook dat je gelijk grote stappen kunt zetten als zij meehelpen met... Ja, dat vind ik geweldig dat dit absoluut internationaal uitrolbaar is. Het is grappig, weet ik, is dat we hier heel vaak over... Het gaat over buitenlandse uitrol, dan gaat het altijd over cultuurverschillen. Maar ik denk dat het hier vrij beperkt is. Nou ja, we zitten wel een stukje user experience en we moeten natuurlijk, het is niet zeg maar 1-op-1 te vertalen. Nee. Dus we moeten ook wel echt testen dat mensen begrijpen, want het begrijpen van de instructies is natuurlijk echt wel belangrijk. Ja, dat is niet eenvoudig. Nee, dat is wel iets ingewikkelder dan, dan even druk op de knop met Google Translate. Ja. Maar het is wel zo dat het basisprobleem is gewoon universeel over de hele wereld. Iedereen, refractie, en dat is het. Andere bizarre is dat refractieproblemen, die zijn universeel. Die komen gewoon overal voor, onafhankelijk van leeftijd, seksen of religie. Maar ook de manier waarop we ze behandelen. Een oogmeting wordt ook overal in de wereld op dezelfde manier uitgevoerd. Ja. Dus wat dat betreft, zeker een scalable model. Ja, mooi. Mijn vraag tot slot altijd, waar sta je over hoeveel jaar? Noem het altijd zeker? Nou, over 2 jaar. Over 2 jaar, waar sta je dan? Nou, over 2 jaar willen we in ieder geval 1 miljoen gebruikers hebben gepasseerd. Van 30 naar 1 miljoen in 2 jaar. Ja. 30.000 naar 1 miljoen. Ja. Nou ja, dat gaan we niet alleen doen. Als we de juiste partners daarbij vinden, dan kan het eigenlijk best wel snel gaan. Onze eerstvolgende internationale stap is dus Duitsland, zoals ik net zei. Dus daar zullen we de komende 2 jaar... we proberen stevig voet aan de grond te krijgen. Maar we zijn ook al aan het kijken naar een paar andere Europese landen. En heel stiekem ook al een beetje naar de Verenigde Staten. Want daar zat eerst nog een concurrent van ons. Maar die is sinds kort niet meer op de markt. Dus we zijn nu echt de enige in de wereld die dit aanbieden. Tot slot één slotvraag van mij. Ja. Het gaat over schaalbaarheid. Je claimt nu dat als ik nu die test gedaan heb, dan rolt een recept uit. Dat wordt door jou nagekeken. Niet door mij, maar door optometristen. Ja. Door iemand die voor jou werkt. Dat gaat natuurlijk niet meer werken als je straks 1 miljoen recepten per maand doet. Nou, we kijken uiteraard naar verdere optimalisering en automatisering van onze technologie. En de visie van ons product is natuurlijk wel dat technologie uiteindelijk ook die validatie overbodig gaat maken. Daar werken jullie gewoon hard aan. Maar voor nu, voor deze fase? Ja, de komende tijd is die validatie echt absoluut noodzakelijk.
en voor de randgevallen zal zeg maar de human grader methode ook echt nog wel lange tijd nodig zijn. Maar er wordt wel, ja, net zoals dat eigenlijk bij heel veel automatiseringen plaatsvindt, gaan we kijken naar use cases waar het wel volledig automatisch kan. Ja. Hey, heel veel succes. Super, heel veel succes. Ja. En dank voor je komst. Mooi, ja, super bedankt dat ik hier mocht zijn en om mijn verhaal te vertellen. Ja, heel mooie innovatie. Mooie en spannende innovatie. Ja, ja. Heel goed. En ik heb al met je collega online vandaag contact gehad, dus ik hoor ervan als de leesbrillen ook mee mogen doen, dus dan ben ik er ook bij. Nou, dat sturen we weer een bericht. Ja, dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken. En we danken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, Zetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond volgende week dus weer. Dag.